Charles Donker, etser, 82 jaar, maar nog iedere dag met zijn etsen in de weer. Is een kunstenaar die je overal tegenkomt. Ja, niet op straat, want hij zit ergens in de natuur met een etsplaat de natuur vast te leggen in zijn hele eigen zachte stijl. Maar je komt hem tegen in de literatuur, dichters maken gedichten over zijn werk. Je komt hem tegen in de ateliers van... Nou, heel veel kunstenaars waar wij in ieder geval komen, daar hangen etsen van Charles Donker. Het is iemand die in Parijs een fantastische expositie heeft gehad, waar de hele wereld over praat. Die hangt in de collecties van onder andere het Metropolitan Museum of Art in New York. En we merken ook vanuit Amerika met name heel veel belangstelling voor zijn werk, vanuit Frankrijk heel veel belangstelling. En de man is de bescheidenheid zelf. Het is zoals hij werkt, zijn zachte manier van werken, zijn... Ja, diffuse luchten naast bomenpartijen. Ja, het zijn gedichten eigenlijk, misschien poëzie op papier. En het is heel moeilijk om in woorden te vatten wat zijn werk nou zo mooi maakt, zo interessant maakt. En ik denk dat daarom ook heel veel dichters over zijn werk schrijven. Want een gedicht, daar kun je misschien met wat minder woorden wat meer vertellen dan in een verhaal wat ik nou probeer te doen. In de boeken over Charles Donker, die er echt veel verschenen zijn de afgelopen jaren, wordt door allerlei recensenten ingegaan op zijn werk en ook vooral door medekunstenaars. Daarmee zie je dat hij in de wereld van de kunst een bijzondere plek inneemt.